We staan met onze Leeuwinnentalk caravan natuurlijk weer naast het spelershotel van de Oranje Leeuwinnen. En dit keer helemaal in Lyon, want dat is de volgende speelstad voor de Oranje Leeuwinnen waar zij de halve finale gaan spelen tegen Zweden. En de aflevering vandaag zit natuurlijk weer vol met vragen, met unieke beelden en met allemaal verrassingen. Maar we gaan het heel veel hebben over natuurlijk de wedstrijd van morgen, maar ook vandaag over fashion en over mode en over fotoshoots en dat soort dingen. Want de gasten van vandaag zijn Kim Veenstra en Lise Kop. Ja. Welkom allebei. Dankjewel. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja, zeker. Zeker. Ja, benieuwd? Enig ja, idee? Heel benieuwd. Ja, ik heb het wel gezien. Oh, dus. Ze heeft al wat afleveringen gezien. Heel goed. Lise, je bent 21 jaar oud. Ja. Het keepster bij Ajax. Je hebt onlangs in maart je debuut gemaakt voor Oranje. Ja. Je staat bekend als het keeperstalent voor de toekomst van Oranje. Klopt, hè? Ja, nou, ik hoop het. Ja, ja. Nou, wij denken allemaal van wel. Ja, ik ga ervoor. Hoe staat het met de zenuwen binnen het team nu? Oh, nou, ik vind eigenlijk iedereen nog best wel rustig. En ik denk zeker omdat het nog wel ver weg is, het is pas morgenavond. En ja, ik denk dat het zal komen als we op het veld staan en dat iedereen gewoon lekker gaat voetballen. En ja, we hebben natuurlijk al hartstikke veel bereikt en dit al echt allemaal niet verwacht. Nee. We gingen er natuurlijk wel voor, alleen ja. Dan er zijn heel veel kijkersvragen binnengekomen natuurlijk na jouw oproep op Instagram. Ja. En heel veel mensen wilden van jou weten, of van iedereen eigenlijk weten, gaan jullie winnen morgen? Nou, als ik een glazen bol had, dan zeg ik ja. Maar ja, natuurlijk. Ik hoop het. En dan het WK winnen? Ja, ik hoop het. Daar gaan we wel voor. Ja. Kim, welkom. Heel erg leuk dat je er bent. Natuurlijk fotomodel, maar ook actrice en fotograaf inmiddels. Vooral ook Oranje-fan, hè? Ja, ik ben zeker Oranje-fan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zozeer echt een voetbalfan ben. Maar ik vind het gewoon echt super tof wat de dames doen. En dat moet je gewoon ten alle tijden kunnen supporten, vind ik. Dus ja, ik vind het heel knap. Je bent al een keer eerder geweest bij de wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen. Ja, in Reims, de wedstrijd tegen Canada. Super mooie wedstrijd. Ik heb erg veel genoten. En natuurlijk was ik hartstikke blij dat we hadden gewonnen. En vandaag ben je er weer. En morgen ben je er natuurlijk ook in een oranje outfit, neem ik aan. Gaan we hun sporten? Ja, ik denk dat ik dan heel even nog iets oranje moet scoren. Ik heb wel wat accessoires voor je. We willen alles van jullie weten. Laten we lekker naar binnen gaan. Top. Weet je hoe het hier is? Ja, leuk. Leuk, hè? Ja, echt super knus. Toch? Ja, echt heel knus. Dit is dus mijn woonkamer de afgelopen 3 weken al. Ja, hier woon je gewoon even in, hè? Ja, luxe. Hey, welkom dat jullie hier zijn. Hartstikke leuk. We beginnen de uitzending eigenlijk bijna altijd met de dilemma's. Dus die stel ik jullie nu ook allebei voor. Je moet kiezen, één van de twee. Oké, ja? Echt een heel slechte keuze. Je moet kiezen, ja, daarom. Ze zijn ook best lastig. Oké, komt in Lise, met jou begin ik. De dubbel met Ajax vanuit het goal of wereldkampioen met Oranje vanaf de bank? Oh, ik denk toch wereldkampioen. Ja, sorry Ajax, maar ja, wereldkampioen is wel heel tof. Oké. Kim, wat kijk je liever? Mannenvoetbal of vrouwenvoetbal? Eerlijk kijk ik toch wel liever ook wel naar de mannen. Maar dat komt omdat bij mij thuis altijd voetbal opstaat. Jouw vriend. En vrouwenvoetbal is echt sinds de laatste jaren en niet wat al heel lang op tv is. Maar ik vind vrouwenvoetbal wel mooier om naar te kijken. Omdat het wat eleganter is op een of andere manier. Ja. Oké, mooi antwoord. Mooi antwoord. Mm. Lise, wat draag je liever? Je keepersenu of een fashion outfit? Fashion outfit. Sowieso. En wat voor outfit dan? Waar kan je jou in uittekenen? Nou, ik hou wel echt gewoon van suits. Dus gewoon echt wel een volledig pak. Dat ja? gewoon op elkaar ik ook. Net. Ja, de vet van. Zeker. Ja. Kim, nog eentje voor jou. Wat fotografeer je liever? Leeuwinnen voor National Geographic of Leeuwinnen voor een WK? Ik zou het dan gaan combineren, want dan gaat mijn creatieve brein dan werken. Maar je moet eigenlijk kiezen, maar oké. Nee, ik wil niet kiezen. Keuzes. Ik wil dan gewoon bijvoorbeeld Lise dan meenemen. Ja? Dan ergens op een mooie reservaat in Afrika met echte leeuwen op de achtergrond. En dan in een vet mooi pak. Oké, daar ben ik het wel mee eens. Ja, toch? Dan mag het. Die gaan we doen, ja, denk ik. Bij deze vind jij dat ze niet hoeft te kiezen. Nee, zeker. Nu snap mag ik het. Heel erg goed. Lise, je zei aan het begin. Zou jij koos je voor wereldkampioen met Oranje? Ja. Waarom maakte je die keuze? Nou ja, de dubbel heb ik wel met Ajax en wereldkampioen ben ik nog niet. Dus ja, vandaar ja, dat sowieso. Ondanks dat je dan op de bank zit, dat is dan.
Nee, dat maakt mij voor mij eigenlijk niet uit. Het blijft dezelfde beleving en ik leer hier ook superveel uit. En ik ben nog jong, dus ja. Heel mooi, goed. We hebben natuurlijk weer heel veel fanvragen binnengekregen. Jij hebt een oproep gedaan. Ik kan het je laten zien, het zijn er echt weer onwijs veel. Ik heb ze dus een beetje geselecteerd. Ik ga ze gedurende de aflevering een beetje doorheen fietsen. Ja. Maar ik heb wel meteen eentje om mee te beginnen. Want dit wilden heel veel mensen weten, namelijk Sven, Suus en Nicole wilden van jou weten hoe oud jij was toen je op voetbal ging. Oh, ik was echt 4 al. 4 al? Ja, echt best wel jong. Voetbalfamilie? Ja, ja, mijn vader en broer die voetbalden al. Dus toen ging ik altijd mee en toen dacht ik, ja, dit wil ik ook. En ja, sindsdien bij de minis kon ik al beginnen. Ben je niet meer weg te slaan? Nee, zeker niet. Welke club begon je? Fortuna Wormerveer. Oké. Okay. Ja. Hey, en dan ga ik meteen door naar de vraag van Julia en Christa. Waarom heb je vervolgens voor keeper gekozen? Ik was altijd wel rechtsbuiten, dus ik heb echt heel lang gevoetbald. Maar ik hoorde van iedereen dat ik ook altijd heel goed kon keepen. Toen dacht ik, nou, ik denk dat ik daar toch het beste in ben. Dus ik ga ervoor keepen. Oké, okay. Je ziet hier wat beelden, hè, inmiddels. Ja. Dit is bij Oranje. Wat zijn eigenschappen die belangrijk zijn voor een keeper? Ballen tegenhouden. Ja, wou ik net zeggen. Die had ik ook kunnen beantwoorden. Ja, hello, maar je moet... Nee, okay, maar sorry, iets meer. Nee, natuurlijk. Nee, gewoon een goede lengte. En tegenwoordig ook dat je gewoon heel goed mee kan voetballen. Ja, want vroeger hoorde ik dat je gewoon niet eens mee hoefde te voetballen. Ik denk dat het nu ook echt belangrijk is. Want de keeper wordt wel echt heel vaak bij het spel betrokken. Ook wel denk dat je goed moet leiding kunnen geven. Omdat je het allemaal wel neer moet kunnen zetten. Omdat je gewoon het overzicht hebt over het veld. En goed reflex. Voel je je ook wel eens schuldig als je bijvoorbeeld een bal toch hebt doorgelaten? Tuurlijk. Ik denk, zeker als het een bal die houdbaar is, dan denk ik echt, ja, shit, deze was echt voor mij. En dan denk je, ja, dan voel ik me zeker wel schuldig. Maar ja, het hoort er wel bij. En ik kan niet altijd alles perfect doen. Dat moet ik nog wel leren, want ik wil tot nu toe wel alles, altijd gewoon alles pakken en maar je alles hebben. Je moet niet te streng voor jezelf zijn. Je doet het echt heel erg goed. Ja, dat hoor ik ook wel eens. Je zei in het begin net over je lengte, hè? Je moet lang zijn. Hoe lang ben jij? 1,73. Ja. Is best lang, hè? Al. Ja, niet zo lang kan wel, maar het is goed genoeg. Dat is waar. Kim, even naar jou. Je hebt de wedstrijd gekeken in Reims, Nederland-Canada. Wat vond je? Wat vond je van Nederland? Ik vond het heel goed. Ja. Ik vond het echt een mooie wedstrijd. Het begin vond ik vooral ook toen er wel of geen penalty zou komen. Was spannend meteen. Heel spannend. Ja. Ik dacht echt van, wat gebeurt hier? Het was alsof ik gewoon naar een wedstrijd op tv zat te kijken. Ik kom er steeds op pauze door even terug. Want ik was aan het filmen van, gaat er straks iets spannends gebeuren? Want dan kan ik het meteen online gooien. Oh. En ik vond het heel leuk. Wat ik vooral leuk vind aan het vrouwenvoetbal is dat het zo gemoedelijk is. Ja. Ik bedoel, alle supporters. Ja. Je kan gewoon met je hele gezin daar naartoe komen. Met je ooms, tantes, nichtjes, neefjes, opa, oma, kleinkinderen. En gewoon de sfeer blijft gewoon goed en vrolijk. En er is heel veel positiviteit. En dat is bij de mannen wel eens anders. Er komt soms wat meer agressie naar voren. Dus ja, ik vond het gewoon heel erg tof om te zien hoe iedereen dan samenkomt en dan dezelfde vreugde deelt. Heel mooi. En jullie zijn echt voorbeelden voor heel erg veel fans. Jullie zijn een beetje powervrouwen, hè, voor de toekomst. Als ik het heb over powervrouwen, dan zit er ook een powervrouw aan de andere kant van de lijn. Want we hebben natuurlijk een verrassing voor jou. Wie gaat jou bellen? Oh, dus je mag meteen al even gaan zitten. Was je al bang voor? Ja, natuurlijk gaan we bellen. Natuurlijk gaan we bellen. Kim, kom erbij. Oké. Okay. Even zien. Ja. Spannend. Nou, dat is altijd de vraag of er opgenomen wordt. Maar we zien je nog niet. Wacht even. Oh. Ik weet het. Wie zou het zijn? Ja, ik weet het nu. Oh, het is echt wel... Hi. Hey. Oh, wat leuk. Hey. Wat leuk. Hoe gaat het? Ja, goed. Goed. Echt super tof. En bij jou? Ik weet niet, ik ben Maan. Ja, ik ken je wel. Ik ken je wel. Ik zie je altijd wel voorbij komen. Zo bescheiden. Hey Kimmy. Hey lieverd, hoe is het? Hey, heel goed. Ja, ik ben, ik heb wel een soort van even mijn oranje trui aangedaan voor Elise. Ja, tof. Tof. Want ik vind het echt heel tof om even met je te praten. We volgen natuurlijk met z'n allen heel Maan, je moet iets je camera omhoog houden. Iets meer je gezicht ziet omhoog. Ja, nu, ga door. Oké, ik wilde zeggen dat wij en heel Nederland iedereen jullie natuurlijk op de voet volgen en het allemaal zo tof vinden wat jullie doen. En je bent natuurlijk super jong, volgens mij zijn we bijna even oud. Ja. Je bent zo oud, 21, jij? Oh ja, ik ben 22. Oh ja.
En dat jullie gewoon zo'n voorbeeld zijn voor iedereen, zeg maar. En voor alle kids. Ik heb ook een liedje gemaakt samen met John Ewing. En dat gaat ook over... Dat was eigenlijk voor jullie, voor de Leeuwinnen. En dat is heel erg, want dat gaat over dat alle kids, zeg maar, die nu struikelen. En weet je wel, hoeveel blauwe plek je ook hebt, hoe vaak je ook valt. Uiteindelijk kom je er wel. En jullie zijn eigenlijk het voorbeeld, ook juist nu voor alle meisjes, weet je wel, dat je het zo ver kan schoppen. En ik vind die strijdkracht van jullie gewoon echt super vet om te zien. En ik denk dat iedereen die... Weet je wel, heel jong is. En ook ik heb het zelf gedaan, weet je wel, met zingen. Ik had het nooit verwacht. Maar uiteindelijk, als je maar doorgaat, dan... Uiteindelijk, dan kom je daar of zo. En nu, weet je wel, jullie staan in de halve finale. En dat is zo keihard. En ik ben gewoon heel trots. En dat wilde ik even vertellen. Super tof. Thanks. Heel lief. Lief, hè? Ja, echt heel lief. Echt heel leuk. Ja, grappig. Want hoe gaat het daar bij jullie? Wat doen jullie op een dag als vandaag? Vandaag doen we eigenlijk niet zo heel veel. We trainen gewoon 's ochtends en bereiden dan voor op de wedstrijd. Dus gewoon, we doen altijd dezelfde training. En dan is het gewoon grotendeels chillen. En vandaag toevallig naar een mall geweest. Om er ook even uit het hotel te gaan. Te shoppen. Maar niet iedereen. Het is gewoon net wat iedereen een beetje wil. Maar en is het dan dat als je daar loopt dat iedereen dan helemaal zo... Oh my god, bye! Nee, je ziet wel echt mensen draaien. Maar dan hebben we het er ook over. Kijk, ja, ik ben dan nog niet zo bekend. Dus dan denk ik, zo, nou, dat is echt heel ongemakkelijk. Ja. Maar het is wel heel grappig. De hele wereld kijkt nu, zeg maar, naar jullie clubje. Ja. Dus in die end gaan mensen het op een gegeven moment wel gewoon allemaal opvallen. Zo. Gek gevoel is dat, hè? Ja, maar en Kim, jullie zullen dat vaker hebben, gewoon altijd dat bekende, dat iedereen je constant aanspreekt, of niet? Ik moet nu eerlijk zeggen dat ik dat nu eigenlijk niet meer echt, dat ik daar heel veel op let. Het zijn meer, zeg maar, de mensen die op dat moment om mij heen zijn of met mij mee zijn, die daar dan op letten van hey, iedereen kijkt of ze willen allemaal wat van jou. Precies. Ik zie dat niet meer. Of staat jou ook te wachten uiteindelijk. Hè? Ja. Hey Kim, jij fotografeert Maan wel eens, toch? Ja, ik heb Maan 1 keer gefotografeerd. We hebben een super mooie serie gedaan samen met paarden. Daar ben ik heel trots op. Maar Maan is ook gewoon echt een plaatje voor de camera. En heel lief ook, super professioneel. Nee. Maar dat weet ze, dat ik dat van haar vind. Leuk. Maan, ben jij een beetje jaloers op Kim dat zij gewoon morgen bij de wedstrijd zit? Ja, super vet. Echt heel erg leuk. Ik ben zo benieuwd naar de sfeer die daar hangt of zo. Hoe is dat voor jou, Lies, als je daar staat? Voel je dan dat het hele stadion soort van... Ik vind namelijk zelf het mooiste geluid als ik optreed bijvoorbeeld is dat zoveel mogelijk mensen met z'n allen aan het zingen zijn of aan het juichen zijn, zeg maar dat, weet je, een nationalistische gevoel dat iedereen hetzelfde doet op hetzelfde moment, dat vind ik zo krachtig altijd. Heb je dat ook als je daar ja, zeker, zit? Zeker. Want zeker als er dan een goede redding is of zo, of als er gescoord wordt, dat iedereen gewoon aan het juichen is en dat geluid, dan krijg ik altijd kippenvel. Of al doe ik de warming-up gewoon, dan kijk ik omheen en dan zie je al die Nederlandse supporters en dat is echt genieten gewoon. Ja. Nou. Het is natuurlijk heel vet dat zoveel mensen gewoon, weet je wel, die reis maken om jullie te zien. Ja, dat is echt bizar. Echt, soms kan je dat ook niet voorstellen, dat je echt denkt, wow, dat ze dat gewoon doen voor ons. Ja. Hey, morgen tegen Zweden. Morgen tegen Zweden. Ze gaan winnen, zei Lize net tegen mij. Maan, doe nog even één goede succes shout-out naar Lize en het hele team. Nou, lieve Lies en lieve alle... Oh nee, wacht, dat doe ik even opnieuw. Lieve Leeuwinnen, wij, heel Nederland, is trots op jullie. We kijken met smart daar uit naar de wedstrijd van morgen. Heel veel succes, laat je niet gek maken en geniet ervan. Want we gaan natuurlijk uit van het beste, maar je weet het maar nooit. En jullie hebben in ieder geval al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, wat keihard is. Dus we zijn super trots op jullie. Heel veel succes. Ah, super lief. Okay. Als we wereldkampioen worden, dan kom je voor ons optreden, toch? Ja! Natuurlijk. Deal! Deal bij deze. Maan. Nou, veel plezier, Kim, morgen met kijken. Dankjewel, schat. Succes morgen voor je team. Dank je. Doei! Doei! Oh, super leuk. Oh, met de foto erbij. Leuk, hè? Tof. Ja, echt heel leuk. Dat is toch bijzonder? Ja, het is heel grappig. Ja, echt super leuk. Ik heb een maand wel gekeken met de Voice of Holland. Dus dat vind ik dan wel grappig om dat nu zo te zien. Oh, ja, dat is ook heel erg leuk. Ja, maar zij is eigenlijk ook gewoon maar ergens...
ingegaan en heeft gewoon gevochten voor wat ze wilde bereiken. En ja, zo zie je maar, is het nu een van de Nederlands beste zangeressen. Ja, ja. Zijn jullie ook allemaal te wachten. Hey, jullie hebben ook, net als wat ik net zei, Kim heeft een mooie fotoshoot met Maa gedaan. Maar jullie hebben ook veel fotoshoots, hè? Ja, dat niet is echt niet normaal nu. Je ziet hier beelden ook van jullie. Kim, dus zo gaat dat dus. Je vindt het leuk, of niet? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Maar dat zie je ook wel. Het spat er echt vanaf. Ja, vreugde gewoon. Ja, ik vind het altijd echt leuk om te doen. Ik weet niet. Het is gewoon gezellig. En je kan gewoon een beetje gek doen. En dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Ik zei aan het begin ook al een beetje dat fashion en het fotoshoots en zo. Dat vind jij ook leuk. Waar komt die passie voor fashion vandaan bij jou? Nou, ja, mijn moeder doet het dus de eigen lingerie en modewinkel. Oh. Dus ik denk dat het echt wel daar vandaan komt dat ja, sinds ik eigenlijk geboren ben, heeft mijn moeder het al. En ja, is het echt met paplepel ingegoten. Ja, je hebt altijd hele mooie kleding aan. We zien het hier. Je bent een beetje van de extrinsieke kleding altijd. En ik hoorde dat jouw teamgenoten soms altijd... dat je binnen de kleedkamer binnenkomt en zeggen... Ja, wat zie jij er weer? Of tof, of juist, wat zie je er? Hè? Nee, soms zeggen ze wel als jezus, wat heb jij nou weer aangedaan? Ja. We hebben hier de expert. Dus Kim, kijk nog even, we doen nog een keer de foto's. Je mag even zeggen wat jij vindt van deze mooie outfits van Lies, hè? Ik vind het wel echt een hele eigen stijl. Tof, toch? Het is je eigen identiteit. Ik vind het altijd heel erg tof als mensen gewoon hun eigen stijl durven na te leven. En niet zeg maar zozeer meegaan met het modebeeld van nu. Nee, en dat doe je denk ik gewoon wel. Je hebt gewoon echt je eigen identiteit gecreëerd in je kledingstijl. En dat vind ik echt lef en dat is heel erg authentiek. Ja. Ja, ik vind het ook wel leuk om gewoon... Soms zie ik dingen en denk, oh, dat vind ik wel leuk, maar probeer ik wel net anders te doen. Je zei, deze beelden die zijn trouwens allemaal van de aankomst bij de KNVB, hè? Als jullie daar binnenkomen. Ja, deze zijn wel wat ouder. Ja, maar jullie komen altijd een soort van... Als een soort catwalk komen die dan in je mooiste outfit daar aanlopen, toch? Ja, mijn vader zegt, oh, er worden zeker foto's gemaakt. Ja, maar je kijkt er wel op. Er zijn een soort van paparazzi shots, lijkt het, denk ik. En dan zie je wel op elk beeld weer, sta je er lachend op. Ja. Helemaal vrolijk. Ja, maar ik ben ook gewoon altijd blij. Dus ik vind het gewoon leuk om... Ja. Ja, we zouden eigenlijk, Lise, maar dat zit ik nu gewoon even te plek te verzinnen. We zouden eigenlijk gewoon moeten vragen of Kim ons, jou vooral, maar ons, een lesje catwalk wil leren. Ja, straks. Eigenlijk wel, hè. Dat vind ik wel. Dan kan jij de volgende keer op zo'n foto gewoon helemaal als zo'n... Ja, zoals je er al uitziet. Als een model gewoon. Ja. Toch? Ja, dat wil ik ook wel leren, hoor. Ja, wil je leren? Ja, zeker. Misschien kunnen we dat aan het eind van de uitzending, Kim. Dan moet jij een lesje catwalk lopen. Hakken leren lopen moet ik ook nog wel leren, hoor. Dat kan. Ja, dat is ook vrij moeilijk. Dat is, moeten we wel zeggen. Of je kan er gewoon goed op lopen of gewoon niet. Ja, sommige vrouwen die kunnen dat gewoon niet. Dat is ook niet erg, maar het is best wel lastig. Ja. Je hebt je debuut gemaakt op 4 maart. Toen heb je voor Nederland in het Kool mogen staan eindelijk. Ja, super tof. Ik had er best wel lang op moeten wachten. Maar ja, dat weet je ook wel als je gewoon keeper bent. En dat het dan uiteindelijk zover is, dat is wel echt... Ja, gewoon genieten. In het begin was ik ook wel... Extra zenuwachtig. Nou, dat viel me juist heel erg mee. Maar totdat de wedstrijd begon, wat je normaal hebt, dat je voor de wedstrijd zenuwachtig bent en een wedstrijd begint, denk je, nou, ik ben eigenlijk helemaal niet meer zenuwachtig. Maar nu had ik ineens dat de wedstrijd begon. Ik dacht, oh, oké, ja, het is nu wel echt zo. Zo maar, en echt debuut gemaakt. En bij een debuut maken hoort ook dat je daarna een soort ontgroening krijgt. Hè? Daar hebben wij dus beelden van. Kijk even mee. Dat is toch leuk? Ja, dat is heel leuk. Jij bent wel een beetje de gangmaker, of niet? Nou, ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd wel rustig. Waarom? Maar ja, ik was het ook wel lekker om een beetje terug te trekken. Iedereen is soms al zo druk dat ik denk, nou, laat iedereen maar... Wie zijn er druk van het team? Janice had wel gangmakers. Oh ja, zo streng gaan ook wel voor me. Ja. Dus Jacques, die is volgens mij het ook best wel gezellig. Ja, Jacques is heel gezellig, zeker. Jij kent iedereen wel... Jacques Groene ook wel beter, hè? En Adam Hogendijk ken je ook. Ja. Wat zie jij als je nou Lise ziet en die andere twee dames, wat zie jij voor vrouwen? Sterke vrouwen.
volwassen ook. Want jullie zijn vrij jong wel allemaal, maar wel allemaal heel volwassen. Vastberadenheid, stoer. Maar ja, je weet wel goed wat je wil en welke kant je op wil. En dan denk ik ook gewoon, dat heeft natuurlijk... leer je dat ook door het voetballen. Omdat je gewoon, je moet je ergens naartoe vechten. En dat pas je ook weer toe op je dagelijks leven. En dat merk je wel qua karaktereigenschappen. Ik werk ook heel veel met Lieke voor Zinzi. Mm-hmm. En dan merk ik ook aan Lieke, ze is zo vastberaden, maar zo positief ingesteld. En dat vind ik bij jullie allemaal. En dat vind ik gewoon een hele mooie eigenschap. Is ook, hè? Ja, zeker. Ben je daar bewust van? Ben je er trots op? Ja, tuurlijk. Ik denk ook wat wij er allemaal voor moeten laten om hier te kunnen staan is zoveel. En soms kom ik ook meiden van mijn leeftijd tegen en dan denk ik, ja, jullie hebben echt een heel ander leven dan dat ik heb. Ja, ze hebben geen idee. Nee, dan probeer je het soms wel eens uit te leggen en dan is er bijvoorbeeld een verjaardag. Ze zeggen, maar dat vraagt toch vrij? En dan denk ik, zo werkt dat helemaal. En dat wil je ook helemaal niet. Nee. Dus dat is wel grappig dat je daar wel... Dat je dat wel merkt. En natuurlijk ben ik er trots op. Ja. Er zijn heel veel mensen nu natuurlijk onwijs fan van jullie. Die willen dat ook, net als jij, hè, beste keepster van Nederland worden. We hebben voor alle mensen zitten te kijken natuurlijk ook weer een prijsvraag. En ik wil jullie vragen om deze, je kan deze KVB-tas winnen. Om met die witte stift, Kim, die daarnaast staat, of jullie allebei je handtekening hierop willen zetten. Dan ga ik vertellen wat de fanvraag, de prijsvraag is van vandaag. Jullie mogen je handtekening opzetten. Want als jij deze KVB-tas wil winnen met de handtekeningen van Kim en Lize erop, dan moet je hieronder in de comments even opschrijven wat jij denkt dat de uitslag wordt morgen bij de wedstrijd tegen Zweden. Dan wil ik weten de ruststand en de eindstand en wie er als eerste gaat scoren. Dus die drie dingen moet je hieronder in de comments zetten en dan komt deze tas, Lize, misschien wel jouw kant op. Woehoe! Ja, dat willen ze allemaal. Ik had trouwens één vraag. Want ik wou het gelezen. We sluiten over de vraag van jou, Kim. Ja, ik heb gelezen dat jij ook heel veel talent hebt voor skiën. Dat je zelfs hebt meegedaan aan Nederlands kampioenschappen. Ja, klopt. Waarom heb je dan toch de stap gemaakt naar het voetbal? Wat was het dat voetbal jou meer aantrok? Skiën is op zich wel echt een supermooi sport. En ook wel een bijzondere sport. Want ja, wie doet dat nou eigenlijk in Nederland? Echt heel weinig. Maar ik had uiteindelijk mijn keuze, vond ik wel super lastig, omdat ik het beide zo leuk vond. Alleen omdat ik van voetbal al vanaf mijn vierde mee bezig was, ik denk, ja, ik ben hier al zo lang mee bezig en ik wilde het al zo lang. En met skiën ben ik ook al heel jong begonnen, alleen toen ik 12 was ben ik echt pas wedstrijden gaan skiën. Dus toen dacht ik eigenlijk van, ja, ik vind het zonde om voetbal, waar ik al zo lang voor leef, eigenlijk dat nu op te geven voor skiën. En skiën is ook wel, ja, moet je ook heel veel voor in het buitenland zijn en het kost ook heel veel geld. En, voetbal ja. Straks misschien ook, hè? Ja, dat is zeker waar. Maken naar een buitenlandse club? Ja, ik hoop het wel. Ja, sowieso. Ja, daar ga ik wel voor. Wij gaan er ook eerst vanuit. Eerst nog lekker in Nederland. Dat is ook zo. Bij Ajax doe je het hartstikke goed. Dus dat is ook mooi. Lize, we hebben nog wat mooie shout-outs voor jou en voor de rest van het team. Kijk even mee wie jullie succes willen wensen. Lieve Oranje Leeuwinnen. Wat maken jullie het land trots? Wat zijn jullie ongelooflijk goed bezig. Ik heb een bonusdochter van 5. Die wil alleen nog maar op voetbal. Jullie zijn een voorbeeld voor heel veel jonge meiden. En niet alleen voor de jonge meiden. Ook voor veel jonge mannen. Lieve kanjers. Wat een ongelooflijke heldinnen zijn jullie. Gewoon in de halve finale en terecht. We zijn gewoon de beste van de wereld. Dus ik weet het zeker. We winnen gewoon die halve finale. 2-1. Dus ik zie jullie in de finale. Dan kom ik gezellig langs. Toi, toi, toi. Ja, leuk toch? Ja, superleuk. Maar ik vind het ook wel heel grappig dat iedereen zo meeleeft. Want wij leven hier best wel in een bubbel. Dus soms heb je dat helemaal niet door. Je krijgt wel eens reacties, maar je hebt geen idee hoe het in Nederland is. Dus dat vind ik wel echt tof om te zien. Nou, kan je zeggen, in Nederland is een gekkenhuis hoor. De kijkcijfers zijn mega. Ja. Iedereen leeft met jullie mee. Morgen de wedstrijd tegen Zweden. Ik ben echt benieuwd wat de aantallen zijn van mensen die hebben gekeken. En wie er morgen allemaal hier naartoe komen, hè? Ja. Naar Lyon. Het wordt weer een gekkenhuis met Hollanders. Ja, ik ben dus vandaag in het vliegtuig hier naartoe gevlogen. En toen zag ik al oranje fans. Die waren nu al in een oranje outfit. Nee, ja, het gaat mega. Iedereen komt hier naartoe. Tof. Ik geef jullie deze stift. Kinderen, ligt er daar ook nog eentje voor jou. Ja. En ik wil jullie vragen om mee te gaan naar buiten. Om je handtekening of een leuke andere tekst op de caravan te slijten. En dan sluiten wij nog even af. Leuk. Yes. Ja? Kom mee naar buiten. Het is hier wel echt heel heet. Ja, oh. Kijk, hier is zuurstof voor. Het is een luchtmoment. Ja. Kom bij. Ergens mag je het erop schrijven. Er is hier nog plek. Er is hier nog plek aan de voorkant. Op de voorkant. Hieronder is natuurlijk nog
hieronder. Jullie kunnen even kijken, hoor. Ergens een plekje zoeken. Schrijf het op. Oh ja, dit is... Ik ga hier, denk ik. Het, meeste wat, het eerste wat in je opkomt is vaak het beste, ja. Hè? Ik ga hem nog even tot jullie richten. Vergeet de prijsvraag niet, hè, want je wil die tas winnen. Morgen is de wedstrijd Nederland tegen Zweden. Halve finale. En we moeten met z'n allen zorgen dat die dames die finale gaan halen. Dus heel hard aanmoedigen. Oranje tenuutje voor de televisie of nog naar Lyon komen. En dan zorgen we er met z'n allen voor dat de meiden ons trots kunnen maken. Zijn we al natuurlijk, maar dat ze die finale gaan halen. Lize, wil jij nog één keer omdraaien om alle mensen... Nog even dag te zeggen. We zien jullie namelijk bij de volgende Lewinne Talk weer. Kim, wij zitten morgen op de tribune. Yes, je gaat ons nog die catwalk leren, hè? Hier. Ja, dan sluiten we nog even officieel af, maar dan ga jij onze catwalk nog leren. Tot de volgende Lewinne Talk. Heel veel succes morgen. Thanks, dankjewel. Doei! Ciao.